En vandaag inderdaad van op de Belcanto Classic. Spits met David. Ja, en we starten de uitzending vanuit Westouter Heuveland hier in Café de Zwaan, waar het allemaal is begonnen. Dag mannen, hallo. Hallo, goedendag. Guido, ja? Dit zijn ze, de mensen met wie het 21 jaar geleden allemaal begon. Ja, ze zijn er bijna allemaal, de oudstrijders van de Belcanto Classic. We waren toen met 9 deelnemers. Hoe is de koers dan hier precies ontstaan? Ik had een fietsvakantie gehad in de Pyreneeën in Frankrijk. En ik voelde me echt in ongelooflijk topvorm. En ik kwam dan goeiedag zeggen bij mijn vriend Frank hier. En we zaten hier aan de toog van Café de Zwaan. En ik was een beetje aan het opscheppen over mijn fietsprestaties. En er zaten hier een aantal plaatselijke jongens in de kroeg. En die hoorden mij daarover stoeven en... Wel, die zeiden van, kunnen we dat eens uittesten, hè, hoe goed je bent. Ze wilden mij afdroeven natuurlijk. Hè. En zo is dat ontstaan, hè, Frank. Ja, Guido dacht dat hij iedereen in de bergen kon verslaan. Hè. Hij was ook echt een berggeit. Dus iedereen zei van, Guido, wij zijn hier gewoon van in de bergen te fietsen. Wat zou jij ons hier komen verslaan op ons eigen terrein? En toen zei ik van oké, morgen fietsen, 6 uur, koersken. En ik heb een tocht uitgestippeld. Dat was een rit in lijn. Hè, zeker niet criteriumvorm zoals dat nu gebeurt. Het was een rit in lijn waar dat we alle heuvels, alle bergjes van deze streek hebben aangedaan. Maar op 1 dag was het allemaal gefixt, was dat geregeld? Ja. Maar we moesten ergens toelating vragen. Hè. Het is eigenlijk begonnen als illegale race, illegale wedstrijd. Absoluut een illegale onderneming en dat was fantastisch charmant natuurlijk. Het was ook meteen een internationale wedstrijd, want we reden dus door Frankrijk ook. We gingen hier over de grens. Ik weet nog, in Metren moest het verkeer werd stilgelegd op de grote baan, omdat wij daaruit kwamen. Dat was eigenlijk verschrikkelijk gevaarlijk. We hadden een paar jongens die op een motto zaten en die blokkeerden de kruispunten, hè, als wij er voorbij moesten. We reden ook gewoon door de rode lichten. Het was fantastisch om alle regels te overtreden. Gelukkig hebben wij geen politie zin die dag. En nu, zoveel jaren later, is het echt een groot evenement geworden met 500 deelnemers. Het is eigenlijk van niks gegroeid tot een immens populair evenement. Er is er altijd ambiance. Als je wil komen voor de ambiance, regen of geen regen, er is ambiance. Dus zeker afkomen, zou ik zeggen. Maar ja, het is een beetje 4 uur, ja, je kunt er nog raken. Hè? Van de andere kant van het land kun je nog naar hier raken. Tegen de start. Het is het centrum van de wereld hier vandaag, toch? Van de amateurwielerwereld, zeker. Westouter, dat is de place to be vandaag. Ja, ondertussen ben ik hier de tent ingelopen met Maurice, want het is aan het regenen, hè, Maurice? Ja, regenen, een beetje. Water gieten in Westouter. Je bent hier je volgnummer komen halen. Hoeveelste keer is dat je deelneemt? De 11e maal. 11e maal. Maar vorig jaar was het ook zo'n hondenweer, hè? Ja, regen van begin tot einde. Zelfs ook water gieten en koud erbij. Ja. Nu is het nog een beetje warm. Dus, ook als het zo regent, ga je starten? Ja, we gaan erdoor. Maar we hopen dat er tijd is, hè, tegen dat we beginnen, want het is pas om 6:30. Hè. Ja, ze zijn toch van droge momenten. Het is te hopen dat het waar is. Ja, we gaan wachten op een droog moment om eraan te beginnen. Hè. Ja, zeker en vast. We gaan ons niet laten doen en hier in de Westhoek ook zeker niet, als het nu regent of niet, die Belcanto Classic moeten we gewoon rijden. Ik heb me ook laten overtuigen om hier een volgnummer te komen afhalen zo dadelijk. Dus dat wordt nog spannend voor straks. Dat is goed. Door weer en wind, regen of geen regen, het speelt allemaal geen rol hier in Westouder voor de Belcanto Classic. En wat zou die zijn zonder Guido Belcanto, die ook een van zijn classics gaat brengen hier voor ons. Een applaus! Dank u. Op de kermis zag ik hem verscholen, geschilderd in gifgroen en roos. De helden van toen, mijn jeugdidolen, op het zeildoek van de botsauto's. Johnny Hallyday en Tom Jones, de Beatles en de Rolling Stones, Polanka en Brigitte Bardot, Roy Orbison en Adamo. Oh, 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 oh,
op het zeildoek, op het zeildoek van de botsauto's. Omringd door mijn favorieten, reed ik in de autoscooter rond. Ik voelde voor het eerst meisjes tieten, chewing gum in mijn mond. Ik zag Wiltura en Fats Domino, als ik botste in de botsauto. Chuck Berry, Elvis Presley, Rocco Granata, François Hardy. Oh, 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 oh. Op het zeildoek, op het zeildoek van de botsauto's. Come on mensen, help me. Clap your hands. I said, oh, 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 oh. Op het zeildoek van de botsauto's. Stilletjes nu, stilletjes. Oh, waar zijn ze nu gebleven? De helden van de botsauto. Zomaar verdreven door Lady Gaga en Marco Borsato. Ah. Ik moet geen gouden plaat en zeker geen standbeeld in de straat. Al wat ik wil, dat is mijn foto op het zeildoek van de botsauto. Klap mee. Oh, 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 oh. Op het zeildoek, op het zeildoek van de botsauto. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Op het zeildoek van de botsauto. Ja. Guido Balcanzo. Dankjewel, Guido. Straks om 6:30 ga je ook mee fietsen. Hoe gaan we jou herkennen op de weg? Hoe ga je mij herkennen? Ja, hoe ben je gekleed? Welke outfit heb je klaar voor straks? Ik heb de gele trui aan. Ik heb een shirt gekregen van Eddy Merckx. Ja. En dat is een gele trui. Prachtig. Dus ik hoop dat dat heel goed gaat opvallen. En zijn de benen zo mooi geschoren zoals hier op, ja, op het zeildoek van de Belcanto Classic? Mijn benen zijn zeer glad geschoren. Oké, veel succes. Dank Guido Belcanto, beste mensen. Dank je wel, mensen. Dank je. Spits met David. Rick De Leeuw die fietst straks ook mee op een tandem, want hij wil samen fietsen met Patrick, iemand die lijdt aan jong dementie. En die Rick 2 jaar geleden heeft leren kennen via Te Gek, het initiatief dat psychische problemen bespreekbaar wil maken. Ik heb daarnet de tandem al eens uitgeprobeerd met Rick. En het is een bijzonder exemplaar hoor. Vers van onder het stof gehaald hier voor de gelegenheid. Diarreekleurig. Niet echt iets om aan topsport te doen. Maar dat is ook niet de bedoeling hier. En we gaan gelijk een gladde kasseistrook nemen. Het gaat serieus bergaf en het wordt levensgevaarlijk. Spannend. Ben je er klaar voor? Helemaal. Helemaal. I'm born ready. Ik heb het volste vertrouwen in Rick De Leeuw. 1, 2, 3, 7. Ja. Oh. We hebben nog last van tegenliggers, daarom kunnen we nu nog niet voluit gaan. Maar dit is wel het prettige deel van het parcours. We zien de eerste tegenliggers al. Er zijn nu al mensen op de racefiets het terrein aan het verkennen. Gaat het goed daarachter? Ja, prima. Trap je wel mee, want ik vind helemaal geen verhoogde inspanning of verhoogde ademhaling hebt. Ah, valt het op? Het valt op, ja. Zee, hoeveel kilometer moet je dat straks volhouden zo? We gaan 7 rondjes van 8 kilometer doen. Dat is een kleine 60 kilometer. 56, ja. 56 plus. Maar ja, je bent getraind natuurlijk. Ik heb de Ronde van Vlaanderen gefietst dit jaar. Ik heb de Mont Ventoux genomen. Ik heb de Galibier gereden. Dus ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Ik heb een goede voorbereiding dit jaar. We zijn nu al heel ver, denk ik hoor, Rick.
Ja, maar het is toch een prachtig, prachtig uitzicht. Eigenlijk is het mooi weer. Ja, het is ook gestopt met regenen nu, dat is goed. Nee, jij zit achter mij. Het regent op mij. We rijden nu echt door de velden. Dit is, je ruikt, je voelt, je beleeft het prachtige West-Vlaamse land hier optimaal. Ja. Ik ruik jou ook al een beetje, Rick. Wacht, hè. Ja. Je was de pedalen kwijt, of niet? Even de Kijk, dat is eigenlijk te gek in een notendop, hè. Mensen die de pedalen even kwijt zijn, die neem je mee op sleeptouw. Ik vind het belangrijk om met te gek zo aandacht te besteden aan de mensen die eventjes de vaart missen om mee te kunnen. Ja. En daar zijn er vrij veel van. En daar zijn niet iedereen heeft altijd problemen, sterker nog. Heel veel mensen hebben heel vaak geen problemen, maar het gaat om die momenten dat je even niet mee kan. Dat je dan een duwtje in de rug krijgt van iemand die wat energie over heeft. Ja. En als je die mens mag zijn, dan ben je, daar kan je heel veel geluk en waardering uit putten. Ja. Dat maakt mijn leven een rijker bestaan. Ja. Kijk, we rijden nu Westhoeter weer binnen. Het is werkelijk prachtig hier, hè? Uh-huh. Ik bedoel, het is niet Vlaanderen vakantieland wat we hier doen, maar ik zou in een vreugdezang kunnen uitbarsten bij het zien van deze prachtige oude populieren met koeien eronder. Het grazige grasland. Volgens mij ben jij nu niet meer aan het fietsen, Rick. Het is heel zwaar hier achteraan. Is dat zo? Vandaar, ja. Ik vond deze berg opeens heel makkelijk. Jij maar naar de koeien kijken, ja. Ja, ik heb mijn benen altijd zo. Maar ik moet me sparen voor vanavond, hè? Ja, dat klopt. De finish is daar. Je hebt het goed gedaan, ik ben heel trots op je. De laatste meters toch nog bergop. Voilà. Voilà. We zijn er. Kijk, de klokken luiden ter verwelkoming. Precies. Je bent een schitterende convoy. Ja, straks fietst ook presentator, zanger, dichter. En muzikant en weet ik nog allemaal. Rick de Leeuw mee. Juist. Je staat hevig, hè, Rick? In vol ornaat sta ik hier naast je in mijn mooie Lycra-pak. Ja, het is beeldig. Het staat beeldig. We hebben daarnet ook al even de tandem uitgeprobeerd. Uh-huh. Waarmee jij gaat fietsen samen met Patrick. Dus. Patrick, mijn convoyeur. Jouw convoyeur. En we hebben de deelnemings... wat is dat? Het rugnummer. Ja. Ik heb 26. Wat heb jij? Ik heb 143. 143. Onthoud dat nummer. Ja, dat zal inderdaad de moeite zijn. Hoe kijk je er tegenaan? Je bent hier samen ook met Saya. Ja, we zijn eigenlijk met de gek hier. En we fietsen ieder jaar in Frankrijk rond een bepaald thema uit de psychiatrische zorg. Dat kan jong dementie zijn, dat kan jongeren en psychiatrische zorg zijn. Dat kan depressies, zelfs suïcide hebben we vorig jaar gedaan. En uit al die themajaren zijn nu gasten uitgenodigd en die zijn allemaal aanwezig. Dus elk jaar is vertegenwoordigd door een paar mensen. En dat is eigenlijk een kleine reunie binnen een grotere reunie, binnen een feestelijke dag. Dus de zon is gaan schijnen, de regen is gestopt. Ja, ik merk het hier. Het is echt een feestelijke feestdag. Ongelooflijk. We gaan ook eens luisteren naar een nummer van Te Gek. Kan je misschien even... Ja, je bent zelf ook presentator, Rick, dus ga je gang. Ah, we krijgen nu het schitterende lied J'ai perdu mon âme. Door... Dat heb ik hier helemaal niet bij de hand liggen. Isolde Lazoen. En Pieter Embrechts. Ja, natuurlijk. Embrechts, natuurlijk. Dat is een schitterend lied. Speciaal voor de voorstelling van Te Gek geschreven. En het klinkt ongeveer zo. Radio 2 vandaag vanuit Westouter Heuvelland voor de Belcanto Classic. Die start hier straks om 6:30. Ja, traditiegetrouw zijn hier ook heel wat bekende Vlamingen aanwezig. Waaronder ook Nico Matan, hij is koersdirecteur. Ook Johan Museeuw is hier, die fietst straks mee. Jan Houtekiet, Peter Farazijn. En ook voor het eerst Helmut Lotti. En ik vroeg hem daarnet hoe het met zijn conditie gesteld is. Niet zo goed, want ik heb net een plaat opgenomen. We zijn die nu aan het afwerken. En ik heb dus relatief weinig tijd gehad om te sporten. Alle energie is in die plaat gekropen. Alle energie en tijd is in die plaat gekropen. En ik ben van de zomer dan wel even op reis geweest. Maar ook daar heb ik toch maar een keer of vier gefietst. En, nee, geen conditie. Ik ben nu wel stilletjes aan terug aan het beginnen lopen. Zo.
En wat motiveert jou dan vandaag om te komen deelnemen? Te gek motiveert mij om te komen deelnemen. Ik heb voor Te gek is de fietstocht meegedaan in het zuiden van Frankrijk, toen in de Provence en over de Col du Galibier. En ja, ik ben ook Goodwill-ambassadeur voor UNICEF. Dus het gaat over en jongeren en psychische problemen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Met wat ga je rijden straks? Welk type fiets? Want er wordt hier met van alles gereden, heb ik al de indruk. Wel, Lieven Maaschalk, een vriend van mij, die heeft een jaar of 10 geleden voor mij een fiets in elkaar laten zetten. En ik rijd daar nog altijd mee. Daar zit ondertussen wel al een andere voorvork op, die eigenlijk niet bij de fiets past, behalve de kleur. En ja, ik ben verliefd op dat fietsje. Mm-hmm. Dus, en op mijn fietsje staat er ook Viper. En dat vind ik wel interessant. Oké, veel succes, Helmut Lotti. Nico Matan is hier ook, maar niet om mee te fietsen, Nico, heb ik begrepen. Nee, mijn conditie is daarvoor veel te slecht. Ik ben hier al een paar jaar koersdirecteur. Dus ik probeer altijd een beetje de koers in goede baan te leiden. Ja, wat is er mis met de conditie? We kennen jou als wielrenner, altijd stevig doorgesjeest. Wat is er mis? 20 kilo te veel, denk ik. Dat is al het eerste die misgaat. En ook te weinig tijd om te fietsen. Dus ja, ik fiets nog eenmaal in de week 2 uur. Dus dat volstaat niet om hier mee te rijden. Want hier zijn toch allemaal... Er zijn toch een paar profs die meedoen. Balhuis doet mee, Johan Museeuw doet mee. Ja, Helmut Lotti. Helmut Lotti doet mee. Dus ze zijn toch allemaal getraind. Als ik Helmut zie staan, hier heeft hij toch nog een afgetraind lichaam. Dus denk wel, als hij aan de start komt, dat hij hem... Dat valt tegen. Dat hij aan de start staat, dat hij hem niet belachelijk gaat maken. Ik ken het. Dus het is een winnaar, dus ik denk wel... Dus daarmee was mijn plaats hier niet op de fiets. Een winnaar. Het is de winnaar, ja. Bolt is toch iemand een kampioen op zijn eigen domein. Manier, op zijn eigen, op zijn eigen manier. Dus ja, daarmee heb ik wel besloten om in de auto te zitten en om de koers een goede baan te leiden. Nico heeft daar ervaring in. Hij heeft al afgesproken met mij dat als er een voorop ligt, dat ik achter het auto mag spurten en dan mag ik gewoon in zijn zocht naar de zege rijden. Ja, ik zal hem dan terugbrengen zoals gisteren Nibali, die ook aan de auto hangt. Dus ik denk dat Nibali nog een grotere truc reed gisteren of Nico Matan in Gent-Wevelgem. Maar Helmut kent er ook wel iets van. Dus als Helmut gelost is, zal ik hem wel proberen naar de koproep te trekken. Komt allemaal goed, we horen het. Ja, geen probleem, geen stress.